Hi, welkom. Welkom bij Wetboek Online. Zoals je weet, in elke video bespreken we gewoon één wetboek. Ik ga je laten zien waar je de regels kan vinden. Ook geef ik je een aantal voorbeelden die je kan gebruiken om zelf een besef te krijgen van waar kan ik die regels vinden en hoe moet ik ermee omgaan als je zelf vragen hebt. In deze video gaan we het hebben over arbeidsrecht. Dus laten we maar beginnen. Het is belangrijk om te beseffen dat als je het hebt over arbeidsrecht, dan moet je altijd een werknemer-werkgever relatie hebben. En dat houdt in dat jij gewoon één, een werkgever hebt en dit ben jij. Dus jullie hebben gewoon een relatie. En dit houdt in dat, dat jullie gewoon een overeenkomst hebben. En in die overeenkomst staat van, ik ga werken voor jou en dan krijg ik loon of wat dan ook. Dus je hoeft dat altijd niet op papier te hebben. Maar het is belangrijk dat je beseft van als je ergens werkt, dan gelden arbeidsregels, zolang je een arbeidsovereenkomst hebt. In de andere video heb ik laten zien dat de burgerlijke wetboek is opgebouwd uit een gelaagde structuur. En dit houdt in dat je hebt altijd eerst de algemene regels. Die worden als eerste benoemd. Daarna worden de bijzondere regels benoemd in de wet. En hetzelfde geldt voor het arbeidsrecht. De algemene regels van het arbeidsrecht vind je gewoon in boek 6, want daar gaat het over overeenkomsten. Maar over arbeidsrecht zelf, de regels ervan vind je gewoon in boek 7. Ik ga je zo direct even laten zien waar je dat precies kan vinden. Maar dus alle regels als het gaat over arbeidsrecht vind je dan gewoon in boek 7. Mocht je iets missen of wat dan ook, dan moet je terugleunen op de regels van boek 6. Want dat zijn de algemene regels. Dus het is belangrijk dat je dat beseft. Ik ga je niet laten zien waar je de regels over arbeidsrecht kan vinden. Dus we gaan even terug. We gaan even naar Google. We typen boek 7. BW. Ik gebruik vaak de website van de overheid puur omdat het 1. makkelijk is. En 2. Het geeft je de mogelijkheid om gelijk uitspraak te zoeken bij bepaalde regels van het arbeidsrecht. Dus als jij vragen hebt over bepaalde regels in het arbeidsrecht, kijk je hier zo naar de wetten. Je drukt vervolgens hier op, boek 7. En dan zie je dat boek 7 is opgebouwd uit verschillende titels. Dus hier heb je bijzondere overeenkomsten. Dus koop, financieel en arbeidsrecht zit volgens mij bij boek 10. Titel 10 bedoel ik, correctie. En dan druk je gewoon 10 en hier vind je gewoon alle regels over arbeidsrecht. Kijk, het is belangrijk dat als jij vragen hebt voor bepaalde situatie, dat jij gewoon goed beseft waar zit ik. Wil ik gewoon mijn arbeidsovereenkomst beëindigen? Heb ik vragen over loon of wat dan ook? Dan vind je dat gewoon hier. Je vindt alles gewoon bij boek 7 in de titel 10. En daarnaast vind je hier afdelingen. Afdeling algemene bepalingen, waar we net gezegd van een boek. Is opgebouwd als glazen structuur, dus de algemene bepalingen. En daarna ga je naar specifieke gevallen, dus de loon, verlof en vakantie, gelijke behandelingen. Dus al die regels vind je dan gewoon hier. Hier kan je ze opzoeken. Soms heb je vragen en dan snap je regels niet. Het beste wat je kan doen is gewoon naar Google. En dan typ je arbeidsrechter. Arbeidsrechter bijvoorbeeld. Dit is gewoon een blogger die schrijft over arbeidsrecht. En hier vind je gewoon antwoorden op jouw vragen. En mocht dat niet zo zijn, dan kan je altijd contact met mij opnemen. Maar het doel ervan is, je kan altijd gewoon hier kijken op de website. Want vaak zijn grote artikelen geschreven waarbij ze gewoon uitleggen hoe het precies werkt. Bijvoorbeeld bij ontslag of loonverhoging vragen of wat dan ook. Vind je gewoon hierop. En soms verwijzen die gewoon naar bepaalde artikelen in de BW. Dus soms zie je bijvoorbeeld boek 7... 16. Dat betekent dat je gewoon naar boek 7 moet gaan, zoals je net zei. En dan zoek je naar artikel 610. Zo zoek je gewoon de regels op. Hier krijg je uitleg over de regels als het gaat om arbeidsrecht. Besef wel, arbeidsrecht is opgebouwd uit algemene regels. En vervolgens ga je naar specifieke gevallen. Die worden genoemd in de BW. Ik heb je laten zien waar je de regels kan vinden over arbeidsrecht. Ook heb ik je uitgelegd hoe het zit met de gelaagstructuur bij het arbeidsrecht. Dus de bijzondere regels vind je gewoon in boek 7. En de algemene regels over arbeidsrecht vind je gewoon in het boek 6. Heb je vragen hierover of loop je ergens tegenaan waarvan je denkt, hey, ik heb hulp hierbij nodig, ik snap niet wat ik hier moet doen? Neem gerust contact met me op. Tot in de volgende video.